Ik sta hier bij Wilma van Ekelenburg op het veld van ON. Wat gebeurt hierachter? De spelers zijn aan het trainen, zoals wij iedere week doen, van 7 tot 7:15. En ze zijn nou allemaal diverse trainingsvormen aan het doen met onze trainer. En we hebben gelukkig een aantal assistentes die stagiaires zijn en verder gaan bekwamen. Ja, en ze spelen ook heel veel voetbal, hè? Ja, we spelen iedere week een wedstrijd, zowat. Dit is best wel veel. Dus één keer in de week trainen en op zaterdag een wedstrijd, uit of thuis. We hebben een echte competitie. We spelen ook onder de paraplu van de KNVB. Het is niks anders dan gewoon voetbal verder. Buitenspel, doen jullie daar ook aan? Nee. We spelen op een half veld. Een heel veld is gewoon te groot, te veel. Dat overzien ze ook niet. Dus een half veld, geen buitenspel. We hebben in plaats van een scheidsrechter hebben we ook een spelbegeleider. En voor de rest, de voetbalregels gelden gewoon. Dus voetbal is voetbal, het is geen handbal. We doen gewoon voetballen, we hebben ingooien, we hebben corners. Maar ja, het is allemaal even iets gemoedelijker. Juist, en volgend jaar dan zijn de Special Olympics. En jullie hebben al een team. En ik heb begrepen, jullie kunnen nog wel wat meer spelers gebruiken. Klopt dat? Ja, wij kunnen altijd wel meer spelers gebruiken. We hebben nu één team, maar we hebben eigenlijk te veel spelers voor één team en te weinig voor twee teams. Want dat gaan we anders niet redden. Dus wat spelers erbij zou altijd geweldig zijn. En een trainer erbij zou ook geweldig zijn. Ja, voetbal vind ik gewoon fantastisch. Ik zeg altijd wel gekscherend, voetballers levensovertuiging. Dus geweldige sport, leuk om mee te doen aan het spelletje en ook bij de grootste vereniging van Almelo te zitten is helemaal top. Ja, het allerleukste aan het spelletje is toch wel de teambuilding die we met elkaar hebben. Op het moment gaat het redelijk goed, zelfs zeg ik het zelf. En ja, voor de rest gewoon de gezelligheid eromheen en naderhand lekker napraten met elkaar hoe de wedstrijd was en we hebben een hele fijne sfeer om het team. Leuk om te doen? Zeker. Ga elke week met plezier er naartoe. Juist. En scoren, lukt jou dat ook? Het moet nog een beetje kunnen, maar het is me wel een keer gelukt. Nou, dat is toch wel belangrijk. In ieder geval één keer, hè? En oefenen voor de volgende keer. Ga jij straks ook meedoen met de Special Olympics? Zou je dat leuk vinden? Lijkt me zeker leuk, ja. Volgend jaar juni, hè? Ja, zeker.